Tevreden kan je niet zijn, neem ik aan. Nee, maar het is wel een terechte nederlaag. Onterecht? Nee, een terechte nederlaag. Nee, een terechte nederlaag. Ik denk dat wij nog niet zo ver als ASC zijn. ASC zie je als een ingespeeld team. Er zitten goede automatismes in. En dat probeerden wij weg te halen. Dat lukte heel goed, denk ik, tot een minuut of 60. Ja, toen hebben we 10 minuten hebben we gewoon een hele zwakke fase gespeeld. Maar dan op een gegeven moment kreeg je 3 doelpunten om je oren, hè? Ja, krijgen we 3 doelpunten. Al moeten we dat moment ervoor natuurlijk nemen dat wij de kans op de 2-1 krijgen. Ja. Dat de spitsen me over de keeper heen loopt en net niet. Ja, daar gokken we op. Daar proberen we iets mee te doen. En dat had mooi geweest voor ons. Maar kijk, we stonden al onterecht 1-0 voor. Als je een vrije trap die erin valt. Ik moet hem nog eens terugzien hoe die precies erin ging. Ja, dan komen hun ook met een hele klutsbal op 1-1. Maar in technische vaardigheden dingen is ASC een stuk verder. Ja, je bent even wel met Alfsborst, dat is een oude club, van je natuurlijk. Als we even naar de ranglijst kijken, dan kan je niet tevreden zijn. Ja, ik ben natuurlijk net 3 weken begonnen. Oh, je bent 3 weken hier bezig? Ja, dus we zijn net 3 weken. Jij bent ingestapt? Ik ben ingestapt 3 weken geleden. Net en van wie heb je het overgenomen? Ik heb het overgenomen van Steve Buijs. En kan je vertellen waarom die ermee gestopt is? Nee, dat is niet aan mij, denk ik. Okay. Nee. Maar waarom ben jij daarin gestapt? Dat je toch wel progressie ziet in deze groep? Nou, ik zat gewoon thuis. En ik werk tegenwoordig voor Feyenoord, dus ik wist niet of ik het goed kon combineren. Vandaar dat ik al geen club had. Voordat Steve Buijs trainer hier werd, hebben wij een gesprek gehad. En met Rijshoort. En uiteindelijk hebben ze voor Steve Buijs gekozen. Toen we op de hoogte kwamen van dat het niet meer werkte, hebben we contact met elkaar gezocht en gekeken van oké, wat zijn de mogelijkheden. Nou, dan is er gewoon een heel goed team wat arbeidsethos heeft. Ze hebben natuurlijk wel met het kampioensteam van vorig jaar missen ze de 7. Dus er moeten echte automatismen zijn eruit, de vastigheden zijn eruit. We zijn aan een nieuw team aan het bouwen. Ja, en dan willen we gewoon op nummer 12 eindigen. En dat is eigenlijk het grootste doelstelling die we hebben. En dan hadden we vandaag gehoopt een ASC dichter bij ons te trekken. Maar dat is gewoon op dit moment een stapje te groot. Het is wel een uitdaging die er nu voor je legt, hè? Ja, inderdaad. Ik ben vorig jaar ook bij Portugal ingestapt. De laatste 8 wedstrijden. Dit zijn er iets meer. Maar de club is ook heel reëel. Weet je. We zijn een top eerste klasse. En af en toe even naar boven naar de hoofdklasse. Maar wat we allemaal moeten doen is met z'n allen heel hard werken. Zorgen dat de vaardigheden beter worden, de tactiek beter wordt uitgevoerd. En goed blijven, ook als je verliest. Ja. Marco, wat doe je bij Feyenoord? Ik werk voor de maatschappelijke zaken. Wat is dat? De maatschappelijke zaken voor Feyenoord. Dus, en dat houdt in? Ja, wij doen. Feyenoord heeft een hele grote afdeling maatschappelijke zaken. En daar doen wij heel veel terug voor Rotterdam-Zuid. Op maatschappelijk gebied. We hebben ongeveer 30 tot 40 mensen in dienst. En dat doen we sport en gezondheid, arbeid, welzijn en school. En daar zetten we onze verschillende medewerkers voor in. Oké, nou, je hebt tot het eind van het seizoen hier getekend? Ik heb hier tot het eind van het seizoen getekend, ja, klopt. En dan eventueel verlengen of zeg je van ik kijk toch wel rondom me heen? Nou. Hoe is dat nou te vroeg voor? Ja, sowieso te vroeg voor. Dat vind ik, weet je, allemaal in november al en zo. Weet je, we gaan echt wel allemaal, vind ik, veel te snel. Laten we dan eerst kijken hoe we met elkaar het huwelijk leuk is en met elkaar. En dan zien we wel in de toekomst. Maar het is wel een mooie club. Laatste vraag, volg je Alphense Boys nog? Ja, elke zondag zit ik op livescore te kijken. Ik ben hartstikke trots op die club, hoe ze dat nu neerzetten, hoe ze bezig zijn, op een nieuwe manier bezig zijn. Maar ik vind het net zo gaaf om nu ASC weer mensen tegen te komen. Stefan Schaalsma is een oude stagiaire van mij. Ik heb ooit een jaar en 10 in de gevangenis gewerkt in Alphen aan den Rijn. Hij liep daar stage. Ja, jullie weer terug te zien. Tom Nouwens loopt er. Ja, dat is een oude bekende natuurlijk helemaal. Ja. Bekende, nieuw die bij mij in zijn debuut maakte. Dat weet je, dat is mooi. En ik vind het mooi om te zien en het is gewoon een mooie club. Je ziet ook hoe ver ze zijn en Mark en zijn team doet het op dit moment uitstekend, denk ik.